grote droom op dit moment is, ik heb een jeugdroman geschreven. Ja. En ik heb de filmrechten verkocht. Holy shit. Er is gewoon een boekhandel binnen en dan zie jij dit binnen liggen. Ja, zo raar, hè? Hoe voelt dat? Ja, dat went nooit, gek genoeg. Nee? Ik moet ook niet te lang naar foto's kijken. Want dan heb je dat ook dat je nog gaat irriteren? Ja, dat heb ik ook heel erg. Ja. Maar ja, er worden er wel heel veel van verkocht, hè? Ja, heel veel. Hoe is het allemaal begonnen bij jou? Nou, ik was 15 en altijd aan het tekenen sowieso. En toen heb ik een schoolagenda opgepimpt. Ja. Die door interesse van uitgevers ineens echt best wel een hit werd. Want ik mocht hem gaan maken en op de markt brengen. Oh, wat vet. Het kwam een beetje op me afrollen. Maar daar heb ik wel een merk van gemaakt. Want als je een boek in de winkel hebt liggen, moet je een merk hebben. Ja, en dat merk kwam er en toen dacht de televisie, hey. Ja, ik heb vanaf mijn 15e tot mijn 3 jaar geleden nonce boeken gemaakt en getekend. Ja. En toen een knutselboek kwam op de markt en dat is opgepikt door televisie. Die zei van, oh, kan je ook een beetje presenteren? Ja. Dus ik bluff. Ik zei, ja, tuurlijk, why not? Ja, we hebben daar ook, als het goed is, een video van. Niet mijn eerste aflevering. Nee. We hebben een hele hoop clips. En eigenlijk, dat is niet de video in het decor. Wat is dit? Het is namelijk naast schrijfster. Oh, we hebben nog een introductievideo, die was ik vergeten. Illustrator. En wat is een kaars zonder lont? Die dip je in het kaarsvet. Ja, wat is een kaars zonder lont? Helemaal niks. Toch? Dat is een wijsheid, hè? Ja. Hey, jij doet een hele hoop DIY's, zeg ik dat goed? Ja. Do-it-yourself video's. Ja. Wanneer merkte je dat daar je passie ligt? Ik vind het altijd heel leuk om iets te maken waar een persoonlijke touch aan zit. Dus ik deed dat automatisch al. Het is niet dat ik wakker werd en dacht, oké, ik ga knutselen. Yeah. Ik was het gewoon altijd aan het doen. En op een gegeven moment viel het me op dat mensen zeiden, hey, wat vet, jouw feestje er altijd zo vet uit, gedecoreerd. En jouw taarten zijn zo leuk, kan je me helpen? En toen ging het balletje een beetje rollen. Ik dacht, voor mij is het zo vanzelfsprekend en makkelijk. Ja. Mijn moeder was altijd taart aan het bakken. Ja. Dus ik ben zo gewoon opgegroeid. En toen ben ik het gewoon gaan doen. Maar besefte jij ook al dat het zo goed was wat jij deed? Want ik heb ook gewoon geklutseld. Maar dat vond niemand echt leuk. En dan was het ook niet mooi. Ik wil ook graag tekenen, maar dan wordt het niet zo mooi. Besefte jij zelf ook wel dat de dingen die jij maakte echt goed waren? Ik dacht wel, het is anders, want ik vind het gewoon zelf cool. Ik had nooit, om me heen wilde iedereen altijd iets maken wat je ook in de winkel kon kopen. Ja. En dat wilde ik nooit. Ik wilde juist altijd too much glitter en alles te veel. En dat is gewoon mijn karakter. Dus ik had wel iets van, het is wel anders en ik vind het leuk en de rest ook. Dus. Ja, en die boeken, die sluiten dan perfect aan bij het televisieprogramma, toch? Of niet? Ja, dat gaat over knutselen, bakken, tekenen, En hoe is dat dan om zo'n groot publiek te bereiken en die dan ook precies leuk vinden waar jouw passie ligt? Ja, leuk. Ja, ik kan me nog steeds niet echt beseffen dat er zoveel mensen naar kijken en dat zoveel mensen deze boeken willen hebben en zo. Dat is, daar ben je echt nooit aan. Jij bent een rolmodel. Ja, ik hoop wel een inspiratie te zijn, maar niet zozeer dat ze me na gaan doen. Want iedereen moet gewoon zichzelf zijn. Dat wat Eva Jinek gisteren ook zei in haar speech van wees jezelf, dat vind ik zo belangrijk. Dat is echt een belangrijke message voor kinderen. Hoe kan jij dan jouw achterban het beste iets meegeven tussen de boeken en je programma's door? Door altijd in alles wat ik maak probeer ik wel mee te geven dat het uit je hart moet komen. En als jij zin hebt om heel veel glitter eroverheen te strooien, dan moet je het gewoon doen. Ja. Weet je? En dat, ik zeg het ook wel eens, van als je anders bent, het is echt oké. Want later ga je er heel veel plezier van hebben. Dat zal jij vast ook hebben. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Maar het is ook, je bereikt zo'n jonge doelgroep die ook zo beïnvloedbaar zijn. Ja. En dat is dan met het programma dat je nu doet. Maar waar ligt voor jou de toekomst? Die boeken, normaal is het zeg maar, heb je een hele carrière en dan komt er daarna een boek. Jij hebt die boeken al, je hebt een programma. Blijf je dit voor altijd doen? Ik hoop zo lang mogelijk mooie programma's te kunnen maken en zo lang mogelijk boeken te blijven doen. Deze die liggen al best wel een tijdje in de winkel ook, dus ik hoop dat het gewoon lekker door blijft rollen. Maar waar eindigt jouw ambitie als die ooit eindigt? Mijn grote droom op dit moment is, ik heb een jeugdroman geschreven en ik heb de filmrechten verkocht. Holy shit, hebben wij dan een primeur? Ja, een beetje wel, ja. Hier mag gewoon een applaus voor komen hoor. Oké, maar hoe werkt dat dan? Jij hebt dan een boek en dan ik weet helemaal niet hoe dat werkt. Ja, ik werd benaderd. Het was echt net een week uit of zo. En toen werd ik gebeld van zouden we de filmrechten mogen hebben. En kijk, de filmbusiness is best wel tricky. Dus het ziet er wel naar uit dat het gaat gebeuren. Ja. Maar we zijn nog wel bezig met de financiering. En als het allemaal zo doorgaat, wat vingers vast. Ga je daar dan ook zelf in spelen? Ja. Oh, dus maar je acteert toch ook al? Ja, ik heb in Misfit, de high school film, zit ik nu in. Echt een superleuk film, by the way. Ja, maar die leuk. Scoort toch ook heel goed? Ja, niet normaal.
Ja. Die gaat echt heel goed. Is dat ook waar je ambitie ligt? Het is een beetje op mijn pad aan het komen, het acteren. Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Maar in jouw programma, ben je daar altijd compleet jezelf? Of ben je daar knutseljill? Het is een kant van mezelf. Ik ben sowieso mezelf, maar het is gewoon ietsje meer ingezoomd, weet je. Ik word natuurlijk niet wakker met van dat grote haar. Ik ben niet altijd aan het cupcakes bakken. Helaas niet. Nee. Maar en natuurlijk bak ik niet iedere dag een cupcake of whatsoever. Ja. Maar op dat moment ben ik echt gewoon 100% Jill. Ja. Ja. Jouw achterban is veel jong, toch? Veel jonge meiden. Ja. Kom je die op straat tegen en hoe reageren ze dan? Ja, heel veel. Ja? Ja, het zijn altijd leuke reacties, dus ik heb nooit last ervan. Ik zie hier een vraag van Anne binnenkomen. Hebben jullie veel pech vandaag? Het is natuurlijk vandaag. Oh ja, vraag 13. Ik ben heel bijgelogen. Dit is het allerbeste om het later beseffen. Eigenlijk pas als je in bed ligt. Ja. Van, het was vandaag vrijdag de 13e. Het is goed gegaan. Ja. Nee, het is nu iets over 4:30. Het is vrijdag de 13e. Jongens, hebben jullie pech vandaag? Wat is dit? Oh, mooi. Als ik pech heb. Pech? Ben jij? Pech. Ja. Wacht. Nee. Wat is dit? Dit is geen Snapchat. Nee, maar dat is wel leuk. Maar jongens, hebben jullie pech vandaag? Nee, gisteren had ik pech. Met? Mijn rugzak ging kapot. Oké. Ja, dat was het. Ik ben. En dat was het. En Ron, heb jij pech vandaag? Vandaag? Ja. Nee, eigenlijk helemaal niet. Tegenovergesteld. Nee, ik had echt geluk. Ik was een beetje bang voor vandaag. Waarom? Voor mij? Ik had een lange nacht vannacht, maar ik had vanochtend een boardmeeting. Ik moest alles presenteren wat ik deed. Ja. Ik dacht, ik kom te laat en dan ga ik me verspreken en dan doet de computer het niet. En dan alles ging chill. Ja, ik hier gaat het ook best goed. Jill, pech? Nee, nog niet tot nu toe. Nee, je moet ook niet op de negatieve dingen focussen in het leven. Ik word altijd zo'n goeroe als het hierover gaat. Maar je moet niet de hele tijd zo, wakker worden. Fuck man, het is vrijdag de 13e. Fuck die vrijdag de 13e. Positive thoughts. Maar als je een zwarte kat ziet, dat is wel naar, man. Dat is wel naar. Ja, maar als ze witte pootjes hebben, brengen ze geluk. Ja, maar zwarte katten met witte pootjes zijn niet er veel. Nee, dat zie ik wel eens. Maar niet thuis in de katten. Oké, door. Joël. Jill, met wie wil jij nog een keer knutselen? Ik weet niet of hij zo bedoeld is, maar voor mij komt hij over als... wie wil jij nog een keer knutselen? Ja, wel even denken. De eerste die me oppopt is James Franco. Ik ben heel erg verliefd op hem. Heb je een vriend? Nee. Nee? Jij? Ja. Meteen terug. Ja, nee.